Ik wil zeker de beste worden. Niet alleen in mijn gewichtsklasse, maar later ook andere gewichtsklasses overnemen. Dat is wat, wat op dit moment mijn doel is, is gewoon de allerbeste te zijn. Zoals je iedereen weet ga ik in de divisie hoger vechten, 70 kilo gram divisie. Het gewicht wordt wat zwaarder en dan moeten de stoten ook wat zwaarder worden. Niks mag landen, 22. Voor hem dan, hè? Voor hem mag niks landen. Aardig pijn krijgen. Het lijkt me interessant, het is weer een nieuwe uitdaging. Het is een uitdaging en ik hou van uitdagingen. En ik denk dat in de 70 kilogram divisie ja, niet zo voor rondloopt die mij aankunnen en dat wil ik bewijzen. Hoe ik mijzelf motiveer, dat is mijn gedachtegang van dat mijn tegenstander dat ook doet. En zo krijg ik mezelf wel het bed uit in de ochtend. Ja. Voor mij is dat een nieuwe uitdaging en ik ga voor niemand uit de weg. Het is. Nogmaals, ik ga voor niemand uit de weg en. Ik ga ze allemaal opruimen, ook in de 70 kilogram. Dus ja, 22 september, William Dinder tegen Younes Smiley is ook gewoon echt old school versus de new school. Hij is 39, ik ben 20. Het is gewoon bijna dubbele van mijn leeftijd. En dat is iets wat hij gaat voelen, wat hij gaat merken. 22 september, weet je, ik ben veel sneller. De conditie van mij is veel beter. Mijn lichaam kan tot het uiterste gaan. En dat is iets wat hij 22 september gewoon gaat merken. Ik hoor veel verleden tijd. Ik hoor veel ik was, ik heb met de top meegedaan. Weet je, William Dinder, zoals hij aangeeft, hij is van de oude garde. Dat respecteer ik. Ik respecteer William als vechter. Hij heeft tegen veel toppers gestaan, mooie partijen gedraaid. Maar het is gewoon zoals de jungle, weet je. De oude leeuw wordt op een gegeven moment opgegeten door de jongere leeuw. Maar dat is wat William nog niet wil accepteren. Maar dat is wat hij 22 september toch echt gaat moeten accepteren. Met alle respect, Dinder. Het is gewoon klaar. Jouw tijd is voorbij. Je tijd is geweest. Je hebt je mooie topjaren gehad. 22 september is het mijn tijd. En ik ga je gewoon. Ik ga van je winnen. Ik moet niet voor hem staan, anders laat hij me dood. Ik denk eerder dat het andersom is. Hij moet niet voor mij staan, anders trap ik zijn kop eraf. 22 september, Dinder. Kanaan.